Laten we met z'n allen aftellen om de eerste paal hier tegenover ROC Nijmegen te onthullen. 3, 2, 1. Wij hebben samengewerkt met Startup Nijmegen. Daar zitten de jongens, de succesvolle jongens van QR-Fit. En we wilden graag samen zorgen voor een gezonder Nijmegen. Die app zit zo in elkaar, makkelijker kan eigenlijk niet. Je hoeft alleen maar een telefoon te hebben die een QR-code kan scannen. Dan krijg je van alles in beeld en dat wijst zich helemaal vanzelf. Je krijgt oefeningen aangeboden die van simpel naar heel zwaar gaan. Dus je kunt het makkelijk of moeilijk maken voor jezelf. Ja, we hebben de app ontwikkeld zodat het makkelijk te gebruiken is voor jong tot oud. De app neemt je eigenlijk mee in de verschillende routes die wij hier in Nijmegen hebben staan. Daarbij kan je een route aanklikken, kan je een code scannen. En het is ook een digitaal middel wat wij nu kunnen doorbouwen, zodat het ook future-proof is. Wie denkt dat de oefeningen snel gaan vervelen, heeft het mis. Het is namelijk niet zo dat je telkens dezelfde oefeningen op dezelfde locatie krijgt. Het is een systeem van oefeningen van ongeveer 100 oefeningen tot nu toe. Dat willen we uitbreiden naar 1000 oefeningen eind van volgend jaar. Zodat je veel meer variatie hebt in de oefeningen die je krijgt. En daarbij roleert niet alleen de oefening, maar ook de oefeningtype. Dus stel, we krijgen hier vandaag bij het paaltje van ROC een push-up. Dan krijgen we morgen dus een hele andere oefening met een hele andere spiergroep. Dat dit paaltje toevallig voor een school staat, wil niet zeggen dat het alleen voor jongeren is. De app zou voor iedereen te gebruiken moeten zijn en dat moet het juist laagdrempelig maken om te gaan bewegen. Ja, het is een hele laagdrempelige app die iedereen eigenlijk moet downloaden en gewoon moet gaan gebruiken. Het is een de gratis sportmogelijkheid voor iedereen met de personal trainer in je broekzak, dus waarom zou je het niet gebruiken? Ik hoop met heel mijn hart dat onze studenten en onze medewerkers meer de neiging hebben om in hun pauzes naar buiten te gaan. En dan niet alleen te gaan zitten buiten, maar ook in beweging te gaan, want het is laagdrempelig, dus voor iedereen mogelijk.